groeien, opwassen in de kennis van de Heer Jezus Christus. Hoe dan? Op wat voor manier dan? Nou, ik heb samen met u gelezen uit Efeze. Dat heb ik natuurlijk niet zomaar gedaan. Daar zegt Jezus dat hij naar de hemel is opgevaren en dat hij gaven, moet je luisteren hoor, gaven gegeven heeft om uit te delen. Wat zijn die gaven? Evangelisten, herders, leraars. Dat is een gave, zegt Efeze, die God gegeven heeft in Christus uit de hemel aan zijn gemeente. Waarom? Om mensen tot bekering te brengen. Dat staat er nog niet eens. Maar in de eerste plaats om de gemeente des Heren te voeden, opdat ze meer kennis zouden ontvangen. Dat ze zouden opwassen in het geloof. En dat ze niet zo labiel zouden zijn in deze wereld. Dat ze niet meegezogen worden door allerlei winden van leer. Dat ze zouden groeien. Nee, geen sterke man worden. Niet een grote vrouw. En niet een bekeerde man en een bekeerde vrouw. Maar dat je meer kennis ontvangt uit het woord. En als je soms met mensen in gesprek komt om de leer, dat je niet zo gauw van je stuk gebracht wordt. Want God heeft herders en leraars gegeven om je te wortelen in de schrift.